bij de alarmbel gaan. Dan komt Sam er heel snel aan. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam. En hij is heel accuraat, brandweerman Sam. Hoe kort zijn nachtrust ook duurt, Sam is de held van de buurt. Daar ben je weer, Bessie. Veilig en wel. En hier sta je ook lekker warm. Hallo? Hallo daar! Gezagvoerder Gerrit, beroepsastronaut. Goedenavond, gezagvoerder Gerrit. Ik neem de hele klas mee om het Noorderlicht te zien aan boord van mijn intergalactische ruimteraket. Huh? Oh, de trein! Ach, het Noorderlicht. Dat lijkt me echt spectaculair. Zeker. Het Noorderlicht is een gekleurd licht dat aan de hemel verschijnt. Sta mij toe, juffrouw Chen. De wetenschappelijke naam is Aurora Borealis. Ja, dank je, Arnoud. Willen jullie soms ook mee? Ah, mag dat? Dat zou fijn zijn, Gerrit. Ik bedoel, gezagvoerder, Gerrit. Maar ja, de plicht roept. Oh. Aurora Borealis? Eerder Aurora, het boeit me toch niet. Wat is er nou zo leuk aan die rare kleurtjes in de lucht? Meen je dat nou echt, Norbert? Het wordt echt fantastisch! Dit wordt de allerdufste excursie die we ooit gehad hebben. Nou, hoewel... Stap maar in mijn intergalactische ruimteraket. Mandy, Sarah, Hanna, Jaap. Oh, waar is Norbert? Ta-pa-pa-da. Gegroet, humanoïden. Ik ben Norbexo Puxos. Buitenaards ruimtewezen. Ga nou zitten, Norbert. Als je niet opschiet, missen we het Noorderlicht. Ach ja, die lichtjes. Dat zijn eigenlijk condenssporen van mijn ruimteschip. Norbexo crashte in de bergen, nam toen de menselijke vorm aan van een knappe, jonge, roodharige aardling. Aha! Heel erg grappig, Norbert. Hallo, Norbexo. Ik ben... Brand bij het zwembad. De kikkerfantasie gaat in vlammen op. Er is brand bij het zwembad. De kikkerfantasie gaat in vlammen op. We zien je daar, Arnoud. Wij nemen Venus en Jupiter mee. Maar dat gaat niet snel genoeg. Tom, je moet me optakelen. Komt in orde, Sam. Naar het zwembad. Jaap? Jaap? Oh nee! Daar is Tom! Met brandweerman Sam! Oké, allemaal achteruit! Sam, ik kan Jaap niet vinden. Hij kwam niet op voor de kikkerfinale en hij zit vast in een kleedhokje! Wat? Hoe kan dat nou weer? Ik wilde de ster van de show zijn. Ik heb zijn deur dichtgelijmd. Het spijt me heel erg, brandweerman Sam. Ik wist niet dat de brand uit zou breken. Laat nu maar even zitten, Norbert. We moeten hem redden, maar ik heb hier geen enkele brandweerwagen. Oh nee, wat heb ik gedaan? Tom, ik heb een plan. Ik heb je hier nodig, nu meteen. Ik ga naar de kleedhokjes. Ze staan nog niet in brand, maar dat duurt niet lang meer. Ben je er klaar voor? Bijna, Sam. Ga nu vullen. Het komt goed, Jaap. Weg van de deur. Op, Sam. Ik heb je. Het komt goed nu. Tom, ben je zover? We zijn er, Sam. Elvis. Oké, Tom. Nee hoor, ik heb hem onder controle.
We zijn veilig, mensen, maar het vuur is nog niet geblust. Tom, meer water. We gebruiken de brandslangen ook. Sorry, Jaap. Norbert, je moet je nu echt schamen. Iemand opsluiten, waar dan ook, is heel dom en gevaarlijk. Als alles gemaakt is, doen we de kikkerfantasie nog een keer. Maar jij mag mooi niet meedoen. Ha! Ja, iemand anders doet jouw rol, Norbert. Jij gaat brandveiligheidslessen volgen bij mij. Oh. Heel goed. Gelukkig hebben we een uitstekende brandwacht. Jij hebt het goed gedaan, Crispeen. Ondanks je geniet. Ach, dit is toch niet te harde, zeg. Ik zoek wel een andere plek. Crispeen, kom eens even helpen. Ik ga een stukje achteruit. Zeg mij als ik moet stoppen. Oké, commandant. Kom maar, commandant. Rij maar door. Heb je er nog twee? Mama. Doorlopen, mensen. Daar valt hier niks te zien. Hé, hey Jan, Leni, moet je kijken wat Staal heeft gedaan. Oh. En nu heel voorzichtig. Alles in orde, commandant! Oh, wat denk je zelf, Crispeen? Oh! Oh nee, vuurwerk! Er is brand! In de tent waar het vuurwerk ligt opgeslagen! Is er brand in de tent waar het vuurwerk ligt opgeslagen? En dat gaat onherroepelijk de lucht in! Er is brand in de tent waar het vuurwerk ligt opgeslagen! Meld je ogenblikkelijk, Sam! Begrepen, commandant. Wat heb je gedaan? Oh, weet het. Oh. Jenny, als jij nu de dozen met vuurwerk nat houdt, dan doof ik de rest van het vuur. Roberto, en doe voorzichtig met die... Eten. Mamma mia, wat doe je? Au. Het spijt mij. Ik ren dit wel op. Jij haalt de pepperoni pizza uit de oven en brengt hem naar Ben op de kade. Oké, Bella. Het is niet eerlijk. Ik mis de wedstrijd en dat komt allemaal door die stomme pizza's. En zo moet je dus aanvallen. En zo moet je dus verdedigen. Nou, ze hebben ons geloof ik niet meer nodig. We kunnen net zo goed naar huis gaan. En zo maak je dus een omhaal. Oh, mijn rug. Deze pizza ruikt een beetje aangebrand. Een beetje veel aangebrand. Oh nee, help! Brand! Brand! Oh! Oh! Wow!
Er is een grasbrand in Piekepolderpark. Er is een grasbrand in Piekepolderpark. Jenny, wij bestrijden het vuur vanaf de voet van de heuvel. Elvis en Ellen, iedereen bij de kraam evacueren. Zuurstof 100%. Gelukkig is iedereen veilig. Als er brand is op een helling, is het van het grootste belang om onder het vuur te blijven. Want vlammen en rook gaan altijd heel snel heuvelopwaarts. Het spijt me, brandweerman Sam. En het spijt me, Bella. Ik wou alleen maar het voetbal zien. Maar ik had veel beter op de pizza's moeten letten. Oh, ik begrijp, Norberto. Want eigenlijk hou ik ook van voetbal, net als jij. Echt waar? Zo, keurig netjes. Fijn, Elvis. We slaan het hier op tot we terug kunnen brengen. Sorry, nog één onderdeel. Norbert en Lady Buffelboot zijn in de rivier gevallen. Norbert en Lady Puffelpoot zijn in de rivier gevallen. Elvis, neem jij Saturnus. Al bevorst op. Rustig. Bevinden ze wel. Ik lanceer Saturnus nu. Daar is hij. Norbert, let op vangen. Meld je, Elvis. Norbert is veilig, maar ik zie de hond niet. Saturnus heeft Lady Puffelpoot gevonden. Ze drijft af richting de oceaan. Dat gaan we nooit halen. Jawel, als we hier afsnijden. Let op, Jenny. Ik heb hem. Meld je, Elvis. Lady Puffelpoot is veilig, gezond en behoorlijk levendig. Norbert, weet je, als dieren in gevaar zijn, moet je ze niet proberen zelf te redden. Bel altijd de alarmlijn. En nooit bij water spelen als er geen ouder in de buurt is. Het spijt me. Maar je was wel heel begaan. Misschien is het toch tijd voor een eigen hondje. Oh nee, honden zijn vervelend. Je zegt het ene tegen ze en ze doen het andere. Ze veroorzaken alleen maar problemen. Volgens mij kunnen we er nog... Is Jenny vandaag afwezig en zorgt het hoofdkwartier voor een vervanger. Het is toch niet die dikkie drup uit Nieuwstad? Die vent pikt altijd alle koekjes. Nou, wie het ook is, hij of zij zal er zo wel zijn. Te groen, te klein en te krom. Goedemorgen, Klaas. Goedemorgen, brandweercommandant Staal. Te zacht. Neem me niet kwalijk. Nee, niet u. De bananen.
goed. Theezakjes, ja. Theezakjes. Goedemorgen, Valk! Diebertje! Oh, nee! Kijk nou toch! Een compleet fiasco! Huh? Hoezo dan? Het zou moeten zijn een passievrucht met pekanpavlova. Ik wilde er eentje maken voor de feest met visdag. Ik heb het 3 keer geprobeerd en elke keer mislukt hij nog erger dan de vorige. Oh jee. Wat moet ik nou toch doen? Nou, onze jonge vriend Gispeen mag zijn foutjes hebben, maar hij is een aardige kok. En hij wil je vast wel helpen als ik het hem vraag. Oh ja? Fantastisch! Oh, commandant Staal. U helpt me weer uit de brand. Sorry. Ik woon net. Oké. Hey jij, ga weg. Stomme zeemeeuw. Ik ben gek op springkastelen. Ik ook. Ik spring het hoogste van iedereen. Jij springt echt niet hoger dan ik. Oh jawel, Mandy. Wacht jij maar eens af. Nou, er gaat niemand springen voor we dit ding hebben uitgevouwen en opgeblazen. Misschien kunnen jullie me allebei een handje helpen? Ik wed dat ik hem sneller kan uitvouwen dan jij. Wedden maar niet. Goedemorgen, brandwachters. Goedemorgen, regio-commandant Bos. Is brandweercommandant Staal in de buurt? Hij is even theezakjes halen, commandant. Kan ik iets doen? Ik kom jullie alleen aan de tijdelijke vervanger van Jenny Jansen voorstellen. Kom binnen, je team wacht al. Hallo allemaal. Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de...